We gaan het hebben over paragraaf 1.4. Het gaat over, het hoofdstuk gaat onder andere over geld en over koopkracht en over inflatie. Daar hebben we al iets over uitgelegd, maar we gaan het dan nog een stukje herhalen. Want eigenlijk, de vraag is, wat betekent koopkracht? Vaak is economie ook woord verklaren, hè? Dus het bestaat uit twee woorden. Koopkracht. Ja? Wie zou me daar iets op kunnen vertellen? Wat zou koopkracht kunnen betekenen? Ja? Ja, je gaat oplezen, maar daar hebben we niks aan. Oh. Het gaat er even om. Ik ben niet geïnteresseerd wat in het boek staat, maar in eigen woorden. Dat wil ik dat jullie dat gaan leren. Ja. Wat zou dat kunnen betekenen, denk je? Zeker. Ja. Dat iets te maken heeft met de verandering per jaar of zo. En welke verandering dan? Dat het elk jaar wordt wat duurder wordt. Ja, dus dat je minder kan kopen. Ja. Ja, oké. Okay. Dat is een goed begin. Dan heb ik liever dat je dat zegt, dan dat je dat zo uit het boek gaat oplezen. Want dat leer je nog niet. Kijk, inderdaad, koopkracht wil eigenlijk zeggen, inderdaad, wat kan je van iedere euro kopen als het ware? Ja, koopkracht. Want hè, als de prijzen omhoog gaan, om even bij jou te blijven, als de prijzen omhoog gaan, kun je dan meer of minder kopen? Minder. Minder. En dus, stijgt of daalt jouw koopkracht dan? Dat stijgt. Oh ja, dat daalt. Dat daalt, hè. Dus eigenlijk, je kan dus bij een koopkracht is eigenlijk gewoon hoeveel dat je kan kopen van iedere euro. Ja? Dat is de koopkracht. Dus als we het hebben, als ze op het nieuws zeggen, ja, binnenkort is Prinsjesdag, hè, zeggen ze bijvoorbeeld de koopkracht volgend jaar gaat met 1% stijgen. Wat wil dan eigenlijk zeggen, de koopkracht gaat met 1% stijgen? Wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Probeer eens. Dat die verhoogd wordt. Ja, maar wat wordt dan verhoogd als het ware? De koopkracht. Maar wat is de koopkracht dan? Wat kun je dan volgend jaar? Koopkracht stijgt, dan kun je meer kopen, inderdaad. Dus als de koopkracht met 1% stijgt, kun je volgend jaar 1% meer kopen, als het ware. Ja. Welke twee dingen zijn nu belangrijk voor koopkracht te weten? Want daar moet je wel twee dingen voor weten. We hebben net al gehad over de prijzen. Dus aan de ene kant gaan we kijken naar de prijzen. Maar, wat moeten we nog meer weten? Om te kijken of die koopkracht toe of afneemt. Want we hebben net gezegd, als de prijzen omhoog gaan, dan daalt die koopkracht. Maar dan houden we met één ding niet rekening. Want kijk, stel even voor, de prijzen volgend jaar worden 1% hoger. Hè? Kun je dan zeggen dat je 1% minder kan kopen? Of waar ligt dat dan aan? Waar ligt dat aan? Aan jou? Probeer maar. Nee, de vraag? Nee, jammer. Je moet 1% meer gaan werken. Dat zou kunnen, is het niet? Ja, hoeveel geld verdienen. Ja, en dat noemen we ook wel het inkomen, inderdaad. Hè? Dus het inkomen. Heel goed, het inkomen. Dus kijk, stel nu even voor, hè, de prijzen stijgen met 1%, hè, en jouw inkomen stijgt met 3%. Ja? Ga je, ja? Wacht even, maak even mijn vraagje af, ja? Dus als jouw inkomen met 3% stijgt en de prijzen stijgen volgend jaar met 1%, ga je dan vooruit of achteruit? Vooruit. Vooruit, en dus neemt jouw koopkracht toe of af? Toe. Jongens, ik geef haar even de beurt. Ja, maar waarom? Niet omdat zij het zegt, maar waarom neemt het dan toe? Ja, je 2% bent vooruit gegaan. Ja, je gaat 2% op vooruit, want je verdient 3% meer. Mm-hmm. En de prijzen gaan maar met 1% omhoog. Ja? Dus dan stijgt het. Nou, stel nu even voor, hè. Alle twee 2% is. Wat gebeurt er met jouw koopkracht? Die stijgt, daalt of blijft gelijk? Blijft gelijk. Blijft gelijk, inderdaad, hè. Want die is alle twee 2%. En als de prijzen 3% stijgen en jouw inkomen maar 2%, wat gebeurt er dan met jouw koopkracht? Die neemt toe of af? Af. Ja, af. Hij gaat omlaag. Hè? Ja. Dus dat wil zeggen dat sommige mensen wel eens zeggen, hey, mijn inkomen stijgt volgend jaar met 2%, dus mijn koopkracht stijgt met 2%. Dat klopt dus niet. Hè? Je moet dus altijd kijken naar wat er met de prijzen gebeurt. Als de prijzen inderdaad meer stijgen dan jouw inkomen, dan daalt dus jouw koopkracht. Ja, dus koopkracht is inderdaad, wat kan je kopen van je geld? Nou, we hebben hier gezien inderdaad, als het inkomen harder stijgt dan de prijzen, stijgt jouw koopkracht. Ja? Nou, hebben we die uitgelegd. De tweede is inflatie. En inflatie is eigenlijk gewoon een ander woord voor prijsstijgingen.
Ja? We zien hier de prijzen stijgen en ieder jaar is er sprake van inflatie. Inflatie is eigenlijk gewoon dat de prijzen stijgen. Iets moeilijker gezegd, maar betekent wel hetzelfde. Inflatie is eigenlijk ook dat je dus voor hetzelfde geld minder producten kan kopen. Stel even voor, een mars kost 1 euro en je verdient 10 euro per week. Ja, mars kost 1 euro, je verdient 10 euro per week. Dan kan je dus 10 marsen van jouw inkomen halen als je het helemaal zo opmaakt aan marsen. Als nu het volgende jaar de mars 2 euro kost en jouw inkomen blijft 10 euro, kun je dus minder marsen kopen voor hetzelfde geld. Je blijft 10 euro verdienen, maar de prijs van de mars verdubbelt. Dus dan kun je minder producten kopen. Dat is eigenlijk inflatie. Dus inflatie wil dus eigenlijk zeggen een stijging van de prijzen en daardoor kun je dus minder producten kopen. De laatste, die zit waarschijnlijk nog niet in de eerste toetsweek, maar met de nadruk op waarschijnlijk. Ik ga het jullie daarom wel uitleggen. Ja, ik ga het daarom jullie wel uitleggen. Dit is het indexcijfer. Het is een moeilijk deel, maar het komt alle jaren terug en het zit op, in ieder examen zit het indexcijfer. Kan je niet weten, hoef je ook nog niet te weten. Daarom ga ik het nu uitleggen. Bij het indexcijfer is één ding belangrijk. De basis. De basis, die is belangrijk. De basis is namelijk altijd 100. En bij indexcijfer zet ik het procentteken even tussen haakjes erachter. Waarom doe ik dat? Omdat bij een indexcijfer mogen officieel mogen daar geen procenten achter staan. Maar we mogen het wel even denken. Dus denkbeeldig staat er een procententeken, maar dat is het eigenlijk niet. Dus de basis is altijd 100%. Ja? Dan gaan we daarmee spelen. Dus stel nou even voor, hè. We zeggen even het volgende. Dit is even 2018. Nou, 2017 is alles 100, hè. Inkomen is 100%, mogen we niet zeggen, is wel zo. En de prijzen zijn 100%. Dan gaan we weer naar 2019 en 2020. Hier kunnen wij nu indexcijfers van maken. Ja? Want als iets met 3% stijgt, wat wordt dan het nieuwe indexcijfer? De basis is 100, dat neemt met 3% toe. Dus wat wordt het nieuwe indexcijfer? 103, helemaal goed. Ja? En hier zou het indexcijfer misschien 102 worden als we het vanuit het basisjaar rekenen. Is even niet zo, maar het gaat erom inderdaad dat als iets met 3% toeneemt, dan wordt het indexcijfer in het basisjaar, en dat is 2017, is dan dat. Nou, dan ga ik even het volgende even doen. We gaan even dat wissen. Ja, waarom gaan we dat wissen? Omdat alles wordt te moeilijk. Ja, dus we doen deze heel even wissen. We gaan even uit van twee gegevens. En dat zijn deze twee dingen. Ja, dus we hebben het basisjaar is 2017. En 2018 neemt het 3% toe. Nou, dan wordt dit indexcijfer wordt dus 103, zei je heel goed. Dit indexcijfer wordt 101. Juist, heel goed. Ja? Stel nu even voor, een andere econoom zegt, ja, wacht even. Oh, 2000. 18. Een andere econoom zegt, weet je wat, ik denk dat de prijzen met 2% gaan dalen en dat deze met, nee, wacht, die gaat helemaal niet toe of afnemen. 0%. Dus dit is de eerste econoom, laatste keer. Dit is de tweede econoom. Wat wordt dit indexcijfer nu? Die link wordt 98. Heel goed, 98. En die andere blijft gewoon. Juist, heel goed. Dat zijn indexcijfers. Meer is het niet. Dus je gaat uit van 100. En als er een stijging of een daling is, dan ga je dus vanuit die 100 rekenen. Nou, we hebben gezien inderdaad, als het 1% toeneemt, wordt het indexcijfer 101. Neem het met 2% af, wordt het 98. Neem het met 10% af, wordt het 90. Dat is alles. Dat is eigenlijk alles wat je van het indexcijfer moet weten. Maar, er komt nu wel even één ding. Stel even voor, hè. Prijs, indexcijfer. Prijsindexcijfer. Nou, stel nu even voor. We hebben 2017, 2018, 2019, 2020. Nou, soms in de krant zeggen ze dan wel eens, weet je wat, we gaan dat aan de hand van indexcijfers, één momentje met jouw vraag, ja? Gaan we dat even kijken. Nou, 2017 is het basisjaar.
Dat zeggen wij gewoon, hè. 2017 in dit voorbeeld is het basisjaar. Dit is 102, dit is 98 en dit is 107. Ik zeg maar, het is gewoon willekeurige cijfers, hè. Het zijn gewoon willekeurige cijfers. Nou, nu zouden wij natuurlijk kunnen zeggen, wat is er met de prijzen gebeurd in 2018 ten opzichte van 2017? Als ik dan aan jou mag vragen, wat is er met de prijzen gebeurd in 2018 ten opzichte van 2017? Dat is 2% gestegen. 2% gestegen, hartstikke goed. 2% gestegen, hè? Want jij zegt, het was 100, het is nu 102, hè? Wat is er met de prijzen... Ja? Oh ja. Ja, wat is er met de prijzen gebeurd in 2019 ten opzichte van 2017? 2% gedaald. 2% gedaald, is ook helemaal goed. Dat is eigenlijk allemaal niet zo moeilijk. De moeilijkere vraag zou gaan zijn, wat is er met de prijzen gebeurd in 2019 ten opzichte van 2018? Dan 4%. Ja, dat zou je zeggen, hè? Het zit rond de 4%, maar het moet preciezer. Want wij hebben jullie in de eerste les ook alweer uitgelegd, hoe deden wij een procentuele stijging of daling berekenen? We hadden procenten en we hadden een stijging of een daling. Procenten deden we bijvoorbeeld, zeiden we bijvoorbeeld, als er hier 4 jongens in de klas zitten op 20 leerlingen, deden we deel, 4 jongens, delen door geheel, 20 leerlingen, 4 delen door 20. Dat was dat. Maar we hadden ook een procentuele stijging of een daling. Hoe berekenen we dat nog? Wie weet dat nog? Ja? Nieuw min uitgedeeld. Top! Juist! Nieuw min oud delen door oud. Keer 100, inderdaad. Supergoed, supergoed. Heel goed. Nieuw min oud delen door oud. Ja? Nou, heel simpel. Kijk, stel nu even voor, hè, dat eerste voorbeeld wat wij net samen hadden gedaan, hè, van die 102 en die 100, hè, kan je dit ook gewoon voldoen, hè? We zeiden, wat is de stijging in 2018 ten opzichte van 2017? Nou, het nieuwe getal is 102. Het oude getal is 100. Delen door het oude getal is 100. 102 min 100 is 2. 2 delen door 100 keer 100% is hoeveel? Geen idee. 2 delen door 100? 50. 2, niet 100 delen door 2, 2 delen door 200ste is hoeveel procent? 0,02. En dat keer 100? 2%. 200ste is toch gewoon 2%? 2 van de 100. Ja? Dus, wat jij net zei, dat klopte. Maar ja, dat is gewoon afgelezen, hè? Jij dacht van, ey, de stijging is 2% omdat die van 102 naar, van 100 naar 102 gaat. Dan kun je dus ook gewoon uitrekenen. Maar dat is eigenlijk, hoeft eigenlijk niet, hè? Maar als we bijvoorbeeld kijken naar wat we het laatste voorbeeld, dan vroegen we, wat is de daling van 2019 ten opzichte van 2018? Ja? Wat is nieuw en wat is oud? De daling van 2019 ten opzichte van 2018. Wat is het nieuwe getal en wat is het oude getal? 2019 is het nieuwe getal. Ja, dus? Wat wordt de som wat we krijgen? 98. Min. Delen door 102. Keer 100, hè? Ja. Ja. Nou, even kijken. Zullen we even... Mag eigenlijk niet, hè? Maar dan zal ik het even op de telefoon even precies voor jullie berekenen. Dan zal je inderdaad zien dat je rond de 4% inderdaad uitkomt. Dat klopt. Maar we willen het precies weten, hè? Dus we doen 98 min 102 delen door 102 keer 100. Is... Sorry? 3,9. Oh, sorry. Ja. Bijna. Goed dat je het hebt nagerekend, maar 3,9%. Dus jij zei net, dat is 4%. Maar je ziet inderdaad, door deze formule toe te passen, weet je het precies. En dan kom je dus op min 3,9%. En eigenlijk, hè, wat is nu de conclusie? Hè? Waar staat die min 3,9% nu voor? Dat wil dus zeggen dat de prijzen in 2019... ten opzichte van 2018 met 3,9% gestegen of gedaald zijn? Gedaald. Want hij gaat van 102 naar 98. Dat is een daling van 102 naar 98. Dus dat wil zeggen inderdaad dat de stijging, of dat de daling in dit geval 3,9% is. Nu wil ik dat je voor jezelf even niet gaat uitrekenen, alleen even dat je voor jezelf gaat opschrijven hoe je berekent
wat de stijging van 2020 ten opzichte van 2019 is. Ik wil dat je dat even voor jezelf gaat doen. Wiskundig. Wat is de stijging van de prijzen in 2020 ten opzichte van 2019 voor jezelf even opschrijven? Dus 2019 is oud. Dat zou je moeten weten nu. Dus wat is de stijging van de prijzen in 2020 ten opzichte van 2019? Ja? 98%, maar niet in de tabel, maar daar. Ja? Moet 2019 dus. Nee, want ik had gezegd, dit is het eerste voorbeeld van 2018, dit is het tweede voorbeeld. Ja? Ja, ik weet het. Ja, vertel, vertel. 107 is oud. Wat is nieuw? FO, ja. 98 min 107 gedeeld door 107. Keer 100, juist. Dus kijk, inderdaad. Oud is inderdaad 98 min 107 delen door 107 keer 100%. En dat is hoe indexcijfers berekenen. Ja? Nieuw min oud. Ja, maar het nieuwe getal. We hadden gezegd, hoeveel is de prijsstijging in 2020 ten opzichte van 2019? Dus dat is de oude situatie. Oh. Dat is de oude situatie en dit is de nieuwe situatie, ja, inderdaad. Dus 107 min 98. Oh, sorry. Oh, wacht. Ja, oh, je had de fout om. Ik ben te snel met je meegegaan, inderdaad. Ja, dus correctie. Dit is fout. Ja, wacht even. Ze hadden het even omgedraaid. Ik dacht, dat is te snel. Ik ben het snel geschreven. 107 is nieuw, min 98, delen door 98, keer 100%. Ja, dan omgedraaid. Maakt niet uit, maar in elk geval, goed dat jullie mij corrigeren. Het is dus het nieuwe getal, min het oude, delen door het oude. En dan kunnen we wiskundig alles netjes uitrekenen. En jij hebt dat natuurlijk al lang uitgerekend, hè? Doe maar even snel, nu wel, omdat dat je het goed aankondigt even. Ja, 107 min 98 delen door 98. Keer 100%. 10,6. Dat zou best kunnen. Oh, daarom ik had fout gedaan. Wat had je fout gedaan? Nee, van de vorige. Ik had kerken bij 98. Ja, dus 10,6% zou best kunnen. Ja, het zou best kunnen. Ja. Ja, dus dat is hoe we met indexcijfers gaan werken. Dat was het. Doei.